Hallo beste kijkertjes, welkom bij weer een nieuwe tutorial. In deze tutorial doen wij de Cody Fool. En zo ziet hij eruit. Voordat we deze tutorial gaan doen, moet je twee dingen kunnen. Ten eerste een Cody en ten tweede een backfool. Pas als we die twee kunnen, kunnen wij gaan beginnen met deze tutorial. Dus een Cody Fool is dus eigenlijk een Cody, maar dan met een hele schroef. De eerste stap wat we gaan doen, vanaf onze buik doen wij een halve twist en landen we weer op onze buik. Dus je gaat van buik omhoog, halve trui, land je weer op je buik. Belangrijk hierbij is dat je vanaf je buik je arm goed meezwaait. Dat heb je uiteindelijk ook nodig als je de echte backfool wil gaan inzetten. Dus vanaf je buik je arm meedraaien naar de richting waar je heen gaat. Dus voor mij is dat links, dus mijn rechterarm gaat naar links. Voordat we dadelijk verder gaan, uiteindelijk gaan we nu over de kop. Maar daarvoor heb je wel echt voldoende snelheid nodig. Dus let erop, als de buik, halve twist naar je buik, heel goed gaat en je hebt voldoende tijd en je weet zeker dat je gewoon veilig over de kop kan gaan, dan pas mag je verder met deze volgende stap. Als dat nou al helemaal lekker gaat, dan mag je met iets meer snelheid diezelfde inzet doen. Dus buik, halve draai, richting je buik. Maar in plaats van dat je op je buik landt, ga je nu over de kop en land je op je rug. Dus eigenlijk doe je een soort van Cody Arabian. Pas als we deze goed kunnen, dan gaan we verder naar de volgende stap. Want nu gaan we met nog iets meer snelheid deze proberen te landen. Dus vanaf je buik kom je omhoog, halve twist, frontflip en land je op je voeten. Arm neem je goed mee voordat je die tuck gaat pakken. En niet alleen je armen zijn belangrijk, ook je hoofd moet meebewegen. Dus mijn arm gaat mee en ik kijk mijn hoofd over mijn schouder waar ik heen ga. Dan gaan we weer net iets moeilijker. In plaats van dat we nu op onze voeten landen na een halve draai, probeer je net voordat je landt nog een klein stukje verder te draaien. Dus je hoeft niet gelijk een halve draai door te draaien, maar een klein stukje is al goed. Let erop, als je landt ben je gestopt met draaien. Je mag niet draaiend landen, want dan ga je knieën eraan. Dus op het moment dat je neerkomt ben je klaar met draaien en ook niet op één been landen. Dus in plaats van dat ik nu zo loop met de hoofd, draai ik net iets verder. En uiteindelijk gaan we dit dus stap voor stap iets meer doordraaien totdat we uiteindelijk een hele hebben. Het is niet erg als het niet vandaag in één keer lukt. Neem je tijd, hou het veilig. Mocht je er niet helemaal uitkomen, stel gerust je vragen in de chat. Het belangrijkste is dat je genoeg snelheid meeneemt vanuit je buik. Als je geen voldoende snelheid hebt, kan je ook nooit een twist erbij doen. Dus dat is het allerbelangrijkste. En verder is het gewoon een trick die je heel vaak moet oefenen. Heel veel succes. En als het jou is gelukt, gefeliciteerd met de Cody Fool. Houdoe!